Oké, misschien hadden we dit niet binnen moeten doen. Hoi, ik ben Boy, de experimenteerexpert van Quest Junior. En vandaag ga ik iets super vets doen, maar ik hoop wel dat het lukt. Ik ga namelijk een soort Black Fire Snake uit een hoopje zand toveren. Ik heb het op YouTube gezien hoe het moet. Je gaat gewoon van huistuin en keukenmiddelen, eigenlijk bakspullen, een enorm zwart ding toveren. Ja, we gaan wel met brandbare middelen werken, dus niet thuis doen. Goed jongens, daar gaan we. Even een bordje om niet te knoeien eronder. Baking soda, baksoda. Poedersuiker. Oké, we hebben alles. En nu aansteken maar. Zo, lekker bakken, slangetje. Misschien hadden we dit niet binnen moeten doen. En ik ga ook even dit aan de kant zetten. Wacht, misschien moet ik zo'n fluit pakken en dan... Oh, het blaast het vlammetje uit. Goed, we gaan even wachten, want dit duurt geloof ik even. Oké, jongens, hij brandt nog steeds en hij groeit ook nog steeds een klein beetje. Maar ja, het begint hier al behoorlijk te stinken in huis. En voordat ik van mijn graad ga, ga ik die even buiten zetten. Want hij gaat me nog niet hard genoeg, dus ik wil er nog eentje maken met gewone suiker. Maar eerst deze even naar buiten. Oké, jongens. Hij staat buiten lekker te groeien. Ik vond hem niet zo hard gaan. Ja, experimenteren is uitvinden. Dus we gaan hem even met gewone suiker maken in plaats van poedersuiker. En dan kijken of dat wel werkt. Met echte suiker in plaats van poedersuiker. En de fik erin. Ga je branden, jongen? Ja. Snake on fire. Wacht, snel deze eronder. Spannend. Wat zouden toch al die kleine vuurwerkdingetjes zijn, hè? Wat, wow, yo, het schiet daar toch weg. Oké, jongens, ik heb een aantal dingen geprobeerd nu. En ik heb toch het idee dat met poedersuiker het beste werkt. Die heb ik net uitgeblazen in de tuin. Die is al best wel groot geworden. Ik ga deze even daar af laten fikken, want ja, dit is toch een beetje... Het begint hier behoorlijk te stinken. Dan neem ik die andere weer mee terug. Oké, daar is die dan. Mijn Big Black Fire Snake. Zo. Hij heeft een hele mooie kop, hè, die Fire Snake. He's coming to get you. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ze wel eens groter gezien. Maar goed, dit is al natuurlijk echt bizar. Hoe kan dit nou? Want ik gooi er gewoon een klein beetje suiker in met baksoda, met baking soda. En opeens komt er zo'n beest uit. Hoe zit dat nou? Nou, dat ligt aan twee dingen. Als je de suiker verhit, dan smelt het en dan verkoolt het en daardoor wordt het ook helemaal zwart. Op zich gebeurt er dan nog niks. Maar als je de baking soda verhit, dan ontstaat er een gas, CO2. En dat gas dat wil van binnen heel graag naar boven en eruit. En dat duwt dus die verkoolde suiker zo hop omhoog. En daardoor groeit die slang groter en groter. Dus dat is hoe het werkt. Het is ook... Een soort schuim lijkt het wel. Jammer dat hij niet groter is geworden, maar dat is experimenteren. Vond jij dit nou ook een super vet experiment? Of heb je zoiets van, hey boy, dat kan echt beter? Schrijf dan even een tip in de comments. Dan ga ik hem gewoon voor jou nog een keertje veel groter maken. Of heb je een ander experiment? Ook even melden. Ga ik misschien daarmee aan de slag. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal. Zie ik jou volgende week. Later!